Vandaag ga ik spelen met een wapen die iedereen best wel irritant vindt als je hem tegen hebt, namelijk de 48 Dredge Light Machine Gun en de RK5 Handgun. We gaan kijken of we een chill potje mee kunnen gaan neerzetten, dus vergeet natuurlijk niet de video af te kijken en alvast een blauw duimpje omhoog achter te laten. En laten we nu een potje gaan zoeken om te kijken of we wat mensen kunnen afknallen. We spelen ze op de map Splash met de 48 Dredge natuurlijk en de RK5 om het natuurlijk gewoon eventjes in de burst situatie te halen. De 48 Dredge schiet natuurlijk zoals je weet 6 burst round af. En de RK5 natuurlijk maar 3. Maar ja, we houden het wel in de burst stand. Laten we het daar maar ophouden. Dat is het doel ook van deze video op dit moment. Oh, jammer. Er zat er daar nog één boven met de Shiva. Maar we gaan gewoon proberen een chill potje neer te zetten met deze wapens. Allebei de wapens zitten storm camo. Dus dat is natuurlijk wel mooi uitgekozen. Heb ik expres gedaan. De storm camo vind ik echt heel maar ook echt heel erg awesome. Want dat ben ik dan. En jongens, dit wapen is echt super maar ook echt super OP. No joke. Even mijn RK5 erbij pakken. Voor de close quarters. Teammate is daar. Oké. Okay. Dan zou ik wel veilig zijn. Laten we even mijn gun reloaden. Waardoor we weer 60 kogels hebben. Ik moet eigenlijk extended max op deze wapens hebben. Deze wapens. Op dit wapen eigenlijk alleen. Okay, ik ga mijn RK5 erbij pakken. Het is close quarters voor dit. Dat is wel beter als je dan je handgun erbij hebt. Maar ja. Teammate heeft alles al hier gekillt. Dus GG teammate. Laten we nu maar gewoon deze grote, maar nadruk op grote gun pakken, jezus. Wat een gun is dit, jongens. Er staan 6 om 1. Oh, ik had hier maar RK5 wat moeten hebben. Jammer dit zeg. Ik heb de UAV, Lightning Strike en de Raid aanstaan. En de Vision Pulse zoals je nu natuurlijk ziet. Oké, die ga ik nu inzetten. Kom terug, jongen. Als hij niet terugkomt, hè. Ik zit echt achter hem aan. Waar de fuck is hij heen? Oh my god, liep hij hier? Are you kidding me? Hij was die buis ingelopen. Fuck my life. Of dat was hem niet. Er had ook iemand anders kunnen zijn. Dat had natuurlijk ook gekund. Jammer dit. Dat is heel erg jammer dit. Kom terug. Ik weet dat je hierboven zit. Friendly counter UAV inbound. What the fuck? Oh, zag jullie dat? Oh, dat fucking team liep daar. Ja, hier had ik niks tegen kunnen doen. Damn, ouwe. Holy shit. Heel het team liep daar. What the fuck? Maar als het goed is, ik heb nu mijn rendersettings terug. Want ik had iets verkeerds aangezet in Vegas. En waarschijnlijk na deze video, dus deze video zie ik nog in 720p 60 fps. 60 fps blijft sowieso. Maar, waarschijnlijk kunnen jullie hem nu ook in 1080p gaan bekijken. Dat kon eerst niet. Omdat de chimp was heel te lang duurde om te renderen voor mij. Dat heb ik nu kunnen fixen voor jullie. Ik hoop dat jullie dat waarderen, jongens. Let's go, toch nog een keer met mijn RK5. Let op, hij komt hier op de wall in 3, 2, 1. Told you. Kan ik helemaal. Let's go. De RK5 is sowieso een tutje handgun hoor. Oh, ik wou hem stoten. Shit. Ja. Ja. Ik wou hem stoten. That's it. Lukt hij niet. Vision pills. Kut. Kom man. Hij zit hier rechts. Kom man. Ik heb hem. Oh, zit daar een Sparrow. Let's go, ik heb ze allebei. Bam. Damn, zo doe je dat, jongens. Span, denk aan die kant van de map. Dus ik ga het gokken hier naartoe lopen. Ik denk dat dat wel een goede keuze was. Tenzij mijn teammate iedereen killt. Nevermind, ze zit hier niet. Oké. Okay. Lekker gedaan, Chester. Zit hier één persoon. Echt waar, ik vind deze wapens gewoon chill om te gebruiken. Ik zeg het eerlijk. Het is misschien noob omdat het een LMG is. I don't care. Het is een chill wapen. Komt er nog één? Ah nee!
ik zat me te concentreren, ouwe. What the fuck deed hij? Kut, ik gooi mijn leiding uit de map. GG Chesto, en ik heb er geen enkele kill mee. Fuck my life. Nee. Nou, never mind in ieder geval, ik ga hier dood. Ah, we gaan dit potje wel winnen. Tenzij mijn team is nu opeens eerst heel erg raar gaan doen, maar dat denk ik niet. Ik denk niet dat het zo is. Oh shit. Ik zit vast. Oh. Trippel met mijn RK5 boys. Oh, huh? Hij kreeg letterlijk 12 kogels in zijn hoofd. En hij gaat niet dood. Oké, dat zal wel aan mij liggen. Kom op jongens. Win het potje snel. Kom op. Kom aan jongens. Nog 20 kills. Oh jee. Teammate is dood gewoon. Links. Ik hoor hem. Ik hoor hem de trap oplopen. Vieze snothond. What the fuck zei ik? Vieze snothond. Nieuwe scheldwoord jongens. Tik in de comments. Vieze snothond. Oh mijn god. Spam even heel de comments vol. Maakt niet uit hoeveel comments je gooit. Als het maar vieze snothond is. Dan ga ik even helemaal stuk. En er zit er één links van. Want dan mijn teammate fucking hard zuigt en dood gaat. We gaan echt langzaam boys. Kom eens op zeg. Targets. Waarom moet je daar campen gozer? Kom op teammates. De teammates doen ook niks hè. Althans alleen die gozer die Pablo DiCaprio. Oké, nu hebben we energy reviews. Nu zijn we fucked. Ja, nu zijn we fucked. Wauw, dit is echt gay. Dit is echt kut, jongens. Ja. Fuck! Kom, we moeten nog 5 kills, boys. Ik ga ze niet eens meer challengen, dus fuck jullie. Ik ga lekker onder water. Lekker zwemmen in de zee. Kunstmatige zee is het. Jongen, joh. Let's go, we hebben een fijne keuken met onze handgun gehaald. Let's go jongens, ons eindscore is 34-14. 2.43 kill dead is niet altijd best. Maar ja, we hebben gewoon met wapens gespeeld die niet iedereen gebruikt in Call of Duty Black Ops 3 op dit moment. Dus probeer het gewoon een keer zelf uit. En wie weet is jouw mening heel anders van het wapen wat eerst iedereen deed. Want dat deed ik ook. Dus super bedankt voor het kijken naar deze video. 100 likes al fijn. Dus gewoon even met z'n allen op de blauwe duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen om 3 uur precies bij een nieuwe video. Zo dat is echt bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.